Nee! Hij wist dat ik eraan kwam! Wat een bitch! Ik was off the radar, hoe wist hij het? Ik dacht dat hij in dat ding verstopt zat. Wat een hond. Nee, nee, nou span ik helemaal hier. Wat een klootzak. Nee, wat een pussy. Gaat hij weer weg gewoon met zijn pussy jet. Oké, weet je wat? Ik pak ook weer een jet. Maakt me niet uit hoe lang deze episode gaat. Oh, ik bel verkeerde. Wat een kut, jong. Ik was off the radar, hij wist het. Pegasus. Maar ja, maar die kerel die gaat altijd wegvliegen, die doet verder eens niks. Dat is saai. Oh, wat? Heb ik iets? Ik heb er helemaal niks. Nog een keertje. Pegasus. Our records show that this vehicle has already been delivered for you. What the fuck? Hou gewoon stil. Ik ga zelf van naar binnen. Ik fix er zelf wel. Kan ik er eigenlijk niet gewoon zo naar binnen? Want ik heb er gewoon een ding op vliegveld. Een hangar. Als goed, ze moet gewoon naar binnen kunnen. Oh wacht, ik kan er gewoon langs. Oké, handig. Ik moet hier als goed gewoon een jet kunnen fixen. Misschien dat niet lukt omdat ik er dichtbij ben. Ik weet niet, ik ga eerst even naar mijn auto toe. Kerel is echt een pussy eerste klas. Oké, daar staat mijn auto. Hij stond hier gewoon om het hoekje te... Oh, hij stond hier gewoon te campen. Oh, waarom staat hier... What the fuck? Is toch mijn eigen jet? Staan die hier altijd of zo? Ik weet niet hoor. Waarschijnlijk dan wel. Dat is best wel slecht. Waarom heb ik zo'n ding al überhaupt ooit gekocht? Als die hier altijd staan. Oké, we gaan weer die kerel highlighten. Dat ik weet waar die is. Highlight players. En het was... Die klootzak... Waar staat die eens? Oh, daar stond hij al aan. Kutje. Oké, we gaan hem zoeken. Oh, wacht. Kon ook al... wacht. Waar was hij nou? Ik kan ook nog waypoint inzetten. Dat is handig. Come on! Waar zal hij verstopt zijn? Ik ga gewoon op hem invliegen gewoon. Dat maakt me ook niet uit of ik daar geld van verlies. Ik weet niet eens hoeveel die bounty op hem is. Interesseert op het moment vrij weinig. Welk level is die groter eigenlijk? Even kijken. Oh. 65. Ah, dat valt wel mee. Verklaart ook waarom hij iedere keer van mij wegrijdt en wegvliegt. Hij durft mij niet te challengen, gaat hij om een doekje staan te wachten. Beetje jammer, beetje jammer. Als ik beter op minimap had gelet, dan had ik wel kunnen zien dat hij daar was. Alleen, ik zag dat hij naar dat vliegtuig toe ging. Ik hoorde hem ook. Dus ik denk, hij zit erin, weet je. Haast maken, anders ben ik toch te laat. En helaas. Waarom zet ik trouwens daar een waypoint neer als hij daar niet eens is, als je rekt. Hopelijk kan ik zo meteen weer even off the radar doen. Ook al ga ik er niet vanuit dat hij het in de, überhaupt in de gaten heeft. Ik had net die off-trader eerder moeten doen voordat ik het vliegveld überhaupt opging. Dat is makkelijk geweest. Maar nou wist ik dat ik het vliegveld opging, dus wist ik sowieso dat ik er was. Nou is de kwestie van, waar de fuck is hij? Open maar zeker. Hey, what's going on? Beter dollen. Of radar kan dat? Dat kan het niet. 1 minuut. Waar zit je nou? Je zit zeker keihard te vliegen. Dat is super nichterig. Serieus. Volgens mij vliegt hij daar. We gaan gewoon rechte lucht in. Die ding kan er wel hebben. Je kunt ook niet zien of hij boven is of onder. Hè? Dat is altijd handig. You're already hidden. Quit harassing me. What the fuck praat jij? Helemaal niet, jongen. Ik ben niet hidden. Hij heeft het ook gedaan. Hij heeft ook off the radar gedaan. Of nee? Oh nee. You're wasting my time and you're... Jongen, hou stil. Hoe fucking hoog vlieg ik? Waar ben... Oh, daar is onderkant. En dat heeft ook ons boven lopen. Ik zit tot te wachten op die off the radar. 17 seconden. Waar is die gozer? Misschien kan ik hem nou zien. Het probleem is, het is nou ook nog donker ook. Dus nou zie ik helemaal niks. Ik ga in ieder geval hoog vliegen, zodat hij mij misschien ook niet ziet. 1 minuut. 10 seconden. Ik kan nou de minimap niet vergroten. Wacht, misschien doe ik daar weer start. Dat is handig. Hij is niet ver weg. Of de radar zou geen gek iets zijn. Ik kom iets dichterbij zien, zeg maar, dat ik hem op de minimap al kan zien. Dat hij dichterbij komt. En dat is nu.
Let's go, let's go. Waar zit die gozer? Ah, hij vliegt zeker nog steeds boven mij. Ik kan niet eens zien, man. Ik zie helemaal niks. Ik heb zoveel dingen om op te letten, behalve waar hij is. Is hij weer beneden? Daar ga je niet menen. Volgens mij is hij weer... Hij vliegt achter me. Nee. Is hij nou uit... Hij is volgens mij uitgesprongen. Want hij zit daar weer bij zijn... bankding. Die rijdt erin, zie je dat? Ik denk dat hij die aan het zoeken is. Ik weet niet hoor, maar... Ik gok van wel. Vind ik ooit voor hem. Oké, ik spring gewoon uit. Hoe kan mij tenseren? Come on! Hoe fucking bad is het als je uit een vliegtuig springt? Wel zonder het vliegtuig. Als ik nou achterkom dat hij niet eruit sprong, zou heel leuk zijn. Maar hij is eruit sprongen. En ik ben off the radar. Dat is niet... Of ja, nog maar voor 5 seconden is het probleem. Ah, nee, 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 nee. Oké, dat was niet ideaal. Waarom heb ik dit nou weer? Waarom heb ik dit nou weer? Nou moet ik snel zijn. Hopelijk span ik heel erg bij. Je spant altijd die bij waar je dood ging. Maar dat was echt de meest epische dead ever. 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 Weet dat die andere gozer die bounty heeft, ik weet het zeker gewoon. Ja, hij heeft weer zijn arme truck aangevallen. Waarom ga je nou net op dit moment rijden? Hopelijk kan ik hem zien. Oh shit, nee, 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 nee. Ah, damn it. Hij staat ergens in vet, hè. Waarschijnlijk staat hij achter die koffer. Zit erin, nee, hij rijdt weg, hij rent, hij rijdt weg. Hij is best snel. Ja, hij rijdt wel. Misschien moet ik maar weer een auto fixen. Kijk, wil ik weer hetzelfde verhaal. Gaat hij weer naar het vliegtuig toe? Vliegveld, daar word ik echt stonziek van. Mechanic. Oh shit, iemand staat hier. Ik weet niet of die gozer mij wil killen. Ik heb geen gekke ideeën. Geef maar cheater. Werkt altijd. Had ik hier al met eigenlijk gekild? Die andere. Die hem kwam killen, zeg maar. Maar net, waar is mijn auto? Kom maar heel snel met mijn auto, dan kan ik snel op die gozer aan. Mooi, daar komt hij aan. Let's go. Doe gelijk even ander wapen voor het geval dat. Als zij straks dichtbij is, dan stap ik uit. Hey, ik kom een vliegtuig trouwens. Let's go. Ik heb al zoveel auto's overal staan, jongen. Oh, freeze. Ik heb iets van 3 of 4 auto's. Ja, meer trouwens. 4 auto's volgens mij. God, weer een vries. Door de map heen verspreid staan, zeg maar. Die niet meer in mijn garage. What the fuck? Krijgen we nou ineens dit soort gezeik? Weinig zin in. Mijn PlayStation 3 heeft niet heel veel zin meer in. En de laatste keer toen was hij een beetje vastgelopen. Ja, maar toen werd hij nogal warm. En dat is soms op random momenten. Hè. En dan heb ik een paar dagen en dan ineens is het weer weg. Dus ik doe daar niet heel veel... tijd aan besteden. Ik maak me ook niet zorgen om. Maar is die kerel nou te... Wacht, we gaan even kijken op het ding. Ik kom hier... Holy shit, ik kon er even bij vliegen. Ik hoop niet dat hij daar ook zo graaf zijn huis in gaat. Dat zou echt het meest pushy ass actie zijn die hij kan doen. Hij zit volgens mij echt serieus binnen. Wauw, dat kun je niet menen. Zit hij echt binnen? Jezus, you gotta be kidding me. Ja. Ik denk dat die gozer aan het doen is. Doe een gok waar hij doet. Ja, die stond toch met zijn dingen te wachten. Net zijn C4'tjes. Fuck hem. Maar hij is wel een dik oud. Check hoe hoog dat is. Holy shit. Ik heb die volgens mij ook een keer gehad. Alleen dan dat zwart. Oké. Weet dat hij daar ook ineens uit sneakt zonder dat iemand in de gaten heeft. Ik wacht hier heel eventjes. En anders ga ik het opgeven. En dan geef ik niet op. Omdat ik het niet kan winnen, maar dan geef ik het op met die kerel in zijn hutje gaat zitten campen. En daar kun je niks tegen doen helaas, dus ik ben er bang voor. Hopelijk kan ik nog even... Oh, dat is ver weg. Ja, misschien kan ik nog even zijn ding overvallen. Maar dat is echt fucking ver. Ja, dat is aan de andere kant van de universe. Kijk maar op de kaart. Doe maar niet. Mijn vliegtuig staat er ook nog steeds, zie je dat? Die staat in de lege basis. Zie je op de minimap. Oh shit. Hallo. Oh shit. Die mensen willen mij nog steeds killen hier. Ja, ik wou hun killen, dus. Ik kan ze niet kwalijk nemen. Je ziet die mensen, hè? Zo jammer dit. Zo jammer, al die explosieven. Ik weet niet of jij kan gooien. Ik hoop niet dat het zo ver kan gooien. Anders heb ik een probleem.
Nee. Wat? Wat een nu? Oh shit, ik zou zeggen, wat een nu, maar. Ah, lekker voor je. Let's go, let's go, let's go. Alsjeblieft, zeg dat hij nou op zijn huizen komt. Dit moet gewoon, dit mag niet. Dit moet niet kunnen. Ik zou zelfs een jet regelen als ik hem dan via dat raam boven neer zou kunnen knallen ofzo. Ik heb neiging om boven. Oh, die gaat zo te fout. Hij heeft die C4'tjes weer. Ah! Ik had hem geraakt. Oh shit, nou weg hier. Hij gooit straks een sticky bom. Om hier in die hijskraan te gaan, dat is best wel sick. En dan van bovenaf naar beneden snipen. Hij gaat hier sowieso dat liggen wachten. Hallo. Oh shit. Sorry, niks persoonlijks. Wel iets persoonlijks voor die kerel die er nou aan komt. Ah shit, dat is niet vet dat. Oh, weg, 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 weg. Wow, 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 wow. Gekke, ik zoek je ruzie. Heb ik jou iets aangedaan? Nooit, dat bedoel ik. Ga weg. Oké, we pakken even Uzi. Ik wil niet snipen. Ik heb neiging om gewoon. Oké, daar gaat het sowieso uit. Wat een sukkel! Die kerel had me zo kunnen killen. Hij had alleen geen ammo meer. Wat een noob. Hij leek al op mij. Zou me ook kunnen overkomen. Ja, die kerel blijft er in zijn huis zitten. Dus ik wil het niet opgeven, weet je. Want ik heb waarschijnlijk deze video in twee delen geknipt. En gewoon de ultieme bounty hunt. En dan gaat hij binnen in zijn hokje zitten campen. Dat is gewoon jammer. Dat is gewoon niet leuk. Ja, ik kan het zeggen, als je me nou niet hebt. Ik heb hem nog doodgereden, lols. Ja, wat je wel niet allemaal gaat doen om tijd te rekken. Om die kerel naar buiten te krijgen. Beetje jammer. Ah god, mijn auto is in beslag genomen. Oh shit. Oh nee, verkeerde auto. Wapen. Automatisch wapen, wil ik zeggen, hè. Ja, ja. Beetje money. Ik heb 1000 verloren omdat ik dood ging. Ik moet niet zoveel cash op zak hebben, maar ja. Whatever. Is die kerel geliefd? Dan ga je met hem niet. Is hij. Hij is er niet gekild, hè? Oh god. Die was terecht. Maar ik kwam eigenlijk helemaal niet voor hem. Dat is het mooiste. Ik wil kijken of die bounty dan nog steeds binnen zat. Ik weet niet of hij nou dood is gegaan. Want ik heb eigenlijk niet op die feed gelet. Die had ik moeten zien. Dat was doorzichtig. Hij stond daar gewoon een beetje te wachten tot ik naar boven kwam. Maar ik kwam ook niet voor hem. Dat is het mooiste. Maar daar was hij. Ah, zijn bounty is gewoon weg. No, we hebben de bounty gefaald. Ah, hij zit in zijn huis. Ah, we hebben niet gefaald, jongens. We hebben niet gefaald. Hij zit in zijn eigen garage zit hij te campen als een pussy. Haha. Haha. Come on, come on, kom maar terug. Kom maar terug. Oké, misschien is het niet handig om deze shotgun erbij te pakken. Kom maar, kom maar. Waar is die gozer? Ah ja, wat een mietje. Weet je van die dingen? Ik zal niet op te letten. Ik dacht die politie helemaal dood zou schieten. Oké, nou is hij onze aartsvijand. Ik ga hem nou gewoon even killen, want... Ik kan niet eens herinneren dat ik hem iets aan heb gedaan. Want ik keek net. Hé, hey, hij heeft nou wel weer de bounty. What the fuck is dit? Oké, okay, Mark, zeg het eens. Nou, hij heeft wel die bounty. What the fuck? Hi, back. Oké. Okay. Is die Mongol hier nog ergens? En C4'tjes is zo triest, jongen. Als je gewoon heel de C4'tjes gelegen hoor. Dat zal ik nou dicht doen. Als je in de buurt komt. En dat doe ik ook echt hoor. Fuck hem. Twee keer C4 op iemand gooien die niet eens in de auto zit. Dat is helemaal erg, hè? Hier, come on, autosurfen. Wat? Car surfing. Ik hoop echt dat hij nou iemand komt, want ik blaas hem gewoon op. Ik moet weten welke gozer dat was die mij net had. Moet ik even opzoeken, die vind ik interessant als... als die bounty op het moment. Dus het mag leiden dat hij hier komt. Fuck iedereen. Wat? Ze ontploffen niet eens als ik ze brouw. What the heck? Dit is echt een fucking glitchy lobby. Oké, okay, ga weg, ga weg, ga weg. Ik doe jou niks. Oké, okay, jij doet mij wel iets. Jij doet mij wel iets. Dan doe ik je auto ook iets. Sterf! Fuck die auto, what the fuck die auto? What the heck is dit voor lobby? Oké, okay, ik denk dat ik moet gaan leven, want volgens mij is het een beetje aan het lag in deze lobby. Mijn granaten die ontploffen niet. Auto's die ontploffen 3 minuten later als ik raak mijn granaat. Yo, daar ben ik weer. Als je snel kan zien, we zitten nu in een race. En je zult misschien wel denken, wat is er met die free room gebeurd? Nou, jullie zagen misschien wel... Ah, shit, ik heb het boost gemist. Jullie zagen misschien wel dat op het einde dat het enorm had begon te laggen.
En op een gegeven moment lagde ik gewoon uit de game. Ik werd gewoon eruit gekikt door de verschrikkelijke lag. En wauw, ik rijd een keer op de kaart uit door die slipstream. Holy shit. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk de reden. Ik lagde gewoon uit. En ja, daar kon ik verder niks aan doen. Jullie zagen het ook. Ik schoot gewoon mijn grenade launcher op die auto's. En ze ontplofte gewoon. Dat was heel raar. En ja, voor de rest maakt het in principe niet heel veel uit. Want ik had die bounty nooit kunnen killen. Want de kerel bleef gewoon in zijn huisje campen. Dus jammer dat dat zo is gegaan. Maar in ieder geval, ik had jullie beloofd dat ik nog een race zou doen. Dus hier is een race. Het is nou een 1 tegen 1 race. Een beetje jammer. Ik had eigenlijk wat meer mensen gewillen. En ik had net een race met meer mensen. Dat was in totaal met 5 mensen waren we. Ik kreeg eerst. Dat was in de... Allemaal, oh shit. Holy fuck. Dat was allemaal in de bergen. En ik kreeg eerst. Dus ik was best wel blij, weet je wel. En ik had een motor. De rest had allemaal trucks en bugs en zo. En aan de ene kant, weet je wel, die mensen reden me iedere keer van motor af. Dus ik moest iedere keer achteraan beginnen. Maar mijn motor was wel sneller. Dus ik kon ze wel iedere keer weer inhalen. Alleen op een gegeven moment moest ik een riviertje oversteken. En dat riviertje was te diep voor een motor. Dus ik... Oh shit. Oh, what a bitch. Dus... Ah! Oh, ik heb hem nog. Dikke skills. Maar in ieder geval... ja, ik kon het riviertje gewoon niet oversteken. Ik heb het zoveel geprobeerd. Uiteindelijk reed ze mij voorbij. Ik kon er gewoon doorheen crossen. En ik kon er gewoon niet verder, dus ik ben toen gestopt. Ik was serieus echt chagrijnig dat ik dat niet kon halen. Maar in ieder geval, ja, ik dacht van, oké, ik doe gewoon nog één keer proberen. En dat is de Caesar race. En, ja, dus hopelijk kan ik hem winnen. Het is redelijk nek aan nek. En je zou misschien zeggen, ja, je rijdt nou een eind voor, maar hij haalt het ook wel weer in vanwege die slipstream. En misschien is er ook ketchup. En niet ketchup wat je bijvoorbeeld over je eten doet. Maar ketchup in de zin van, als iemand achter staat heel ver... Dan kan hij harder rijden als degene die eerst staat. Dan krijgt diegene die eerst staat krijgt een soort van... Ja, weet ik veel... ja, ik weet niet precies meer noemen. Een soort van penalty, zeg maar. Zodat hij niet zo hard kan rijden. Daar komt het eigenlijk op neer. En hij haalt me wel in. Ik weet niet of dat van die slipstream is. Want slipstream is normaal gezien niet zo heel ver. Dus hopelijk als ik zo doe dat hij die slipstream niet kan halen. Maar hij loopt in, dacht ik. Ik ben trouwens enorm benieuwd wat voor baan het is. Want ik had net voor deze baan gevote. Maar ik kende heel deze baan niet. Om eerlijk te zijn. Ik heb bij het begin heel veel races gedaan. Die klootse kaal mee. In ieder geval, bij het begin heb ik heel veel races gedaan. En daarna eigenlijk nooit meer. Dus wat we nou allemaal hebben, dat kan ik me echt niet van herinneren. Oppassen dat hij me niet, dat ik niet beukt, want dat had hij net ook al gedaan. Top gamer. Oh shit. Met die slipstream, dan vlieg je ineens echt vooruit. Dat is echt random. Oh shit. Mijn auto is veel mooier, hè. Ik heb echt een neiging om hem weer te spuiten. Ik ben iemand die daar gewoon vet vindt. Constant die auto weer anders. Ongeveer net zoals bij Afrojack, ik weet niet of jullie dit hebben gezien. Hij heeft zo'n Lamborghini Aventador. Die heeft hij volgens mij ook al echt in 3 verschillende kleuren gehad. Maar volgens mij doet hij hem niet spice, maar doet hij hem rappen. En dan heb je gewoon die speciale folie die ze eroverheen doen. Dat je constant een andere kleur kan hebben. Check hoe vet dit is! Echt nek aan nek! Helemaal niks op de weg, vind ik wel een beetje jammer. Ik had het vet gevonden als ik constant moest uitwijken. Dit is echt fucking vet! Holy shit, mijn auto is me net iets sneller. En ik weet niet of het echt sneller is of waar het aan ligt. Het scheelt heel weinig. Als we nou de finish hebben, dan lijkt erop dat ik zou winnen. Maar we kunnen niks bevestigen. Nee, hier. Nou vliegt hij ineens vooruit. En ik kan ook niet achterrijden, want ik kan die slipstream. Nou wel. Oh shit. Ik wil je niet beuken. Ik ben persoonlijk eerder een clean driver, zeg maar. Ik hou er niet van om mensen alleen maar te gaan beuken. Dat vond ik bij Gran Turismo altijd echt een ramp. Gewoon constant mensen elkaar laten beuken. En wat wordt het, jongens? Waar is die fucking finish? Ik heb geen flauw idee. Ik heb de neiging om juist af te remmen. Dat ik achter hem kom en die slipstream weer pak. Wow, nee. Maat, nee, wat doe je? Jij bitch. Oké, nou moet ik inlopen. Ik hoop echt dat het nog even duurt voor die finish. Ik weet niet of het aan mij lag, want ik moest naar links. Want die baan liep links. Dus ik stuur naar links en hij raakt mij achter. Dus ik tol gelijk. Dus ik weet niet of het echt bewust was. Maar het was lelijk. Hij deed een beetje de baan af. Afschaduwen als het ware. Iemand is spectating. Waarom kan hij niet gewoon hier recht voor mijn neus gewoon inspawnen? Dat is veel vetter. In plaats van met 2 of 3 man. Maar dat was wel nek en nek net. Langs de kant is vet, maat. Dat is echt vet. En ik loop hier mooi in. Dus er is wel iets van de ketchup. Ketchup, mayonaise, curry, alles. Ja, het is wel. Ik loop echt er dik in. Ik hoop dat ik hem wel kaart voorbij vlam. Eigenlijk moet ik echt achter blijven rijden voordat ik bij de finish. Zodat ik daar ineens kaart voorbij schiet. Dat zou het mooiste zijn. Met zijn Ferrari rood. Hey, fuck jou. Kijk je terug, jongen, bitch. Dat was eigenlijk niet echt de bedoeling, hoor. Ik reed alleen niet zo harder dan ik dacht. Vanwege die slipstream raakte ik hem automatisch ook gelijk. Dus dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, dus sorry. Maar ja, helaas. Ik heb net ook een paar keer van de baan getold. En uiteindelijk rijd ik nou ook wel eerste.
Dus ik hoef geen excuses aan te bieden in principe. En hij kan makkelijk weer inlopen. Maar deze baan duurt best lang, even serieus. Want die langste baan in de bergen en zo, die kun je rijden in ongeveer 10 minuten of zo. Normaal gezien is je gewoon best wel veel crash, zeg maar. Als je heel perfect rijdt, dan zul je natuurlijk wel in 8 minuten of zo sneller zelfs. Maar als je gewoon normaal rijdt, hier en daar crasht en voorzichtig rijdt, de baan afvliegt, dan doe je er volgens mij ongeveer 10 minuten over. En we zijn nu ook alweer bijna 6 minuutjes bezig. In ieder geval 5,5. Op weg naar de 6. En komt hij eraan? Een stipje komt volgens mij fucking snel dichtbij. Dus die, ja, die ketchup, sowieso. Ik rij ook gewoon volle toeren, hè. Ik kan niet harder rijden als dit. Dus dat merk je gewoon. Normaal gezien kun jij in je vol gas blazen. Hé, deze plek ken ik. Volgens mij moest je hier stunts doen met het vliegtuig. Moest je onderdoor vliegen of zo. Dat kan ik me nog herinneren uit de campaign. Zou grappig zijn voor een multiplayer, een vliegtuigrace of zo. Sowieso ga ik dat proberen. In de volgende episode ga ik gewoon proberen van begin tot einde alleen maar races doen. Want deze race is natuurlijk niet zo interessant. En ja, ik wil gewoon wat afwisseling. En het is altijd een beetje moeilijk, want GTA is zoveel te doen. Maar omdat er zoveel te doen is, weet je niet wat je moet gaan doen. En races, dat hebben heel veel mensen steeds gevraagd. En ja, dit is een race. Maar dit is niet echt een heel interessante race. Bij het begin denk ik net even wel interessant zijn, hek en nek natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan loopt er iemand daar ook weer zo weer achter. Ik dacht dat hij wel harder in zou lopen, maar dat is ook niet echt het geval. Beetje jammer. Ik ga niet afremmen, fuck hem. Deed hij voor mij net ook niet toen hij me aan de kant beukte. En ik deed het ook niet expres, dus dat scheelt ook. Ik heb echt gedacht dat ik een keer de afslag mis ofzo. Dat zou mij altijd moeten overkomen. Ik ben sowieso benieuwd wanneer die baan een keertje afgelopen is. Voor de mensen die deze auto na willen waken. Dit is dus van de Turismo en hij is met mat blauw. Mat blue, weet ik veel hoe je het anders wil noemen. Met gewoon normaal, volgens mij glossy white. Niet metallic, volgens mij glossy. Maar dat weet ik niet 100% zeker, maakt het in principe niet uit. Het gaat gewoon om een combinatie blauw met wit. Dus daar zou je in principe toch uit moeten komen. Het is in ieder geval mat blauw. Dat is wel iets wat belangrijk is om te weten. En we zijn serieus nu al bijna 8 minuten bezig, joh. Gekke. Is een race het echt forever? Jammer dat ik net een paar keer getold ben. Anders had ik volgens mij een dik wereldrecord neergezet. Nee, volgens mij kun je die records alleen maar neerzetten als je constant met twee mensen gaat slipstreamen. Dat is volgens mij de enige tactiek. Of iemand die rijdt echt een lap achter, dat je dat doet als het twee laps is. En dat er dan eentje een lap achter rijdt, zodat die constant die catch-up heeft. En volgens mij dan harder kan rijden. Ik weet niet of je dan harder kan rijden of dat alleen die eerste dan start rijdt. Dat weet ik niet zeker. In ieder geval, volgens mij hebben we echt al een rondje om de hele baan gereden. Om de hele map. Het lijkt er wel op. Want dit is echt de uiteinde van heel de map. Ik ben benieuwd hoe lang deze video trouwens gaat worden. Met een race van waarschijnlijk ook 10 minuutjes. Ik dacht serieus dat die race naar Mount Chiliad, dat die het langst was. Maar blijkbaar niet. In ieder geval, deze komt er verdacht dichtbij. En hier kun je gewoon vol rijden eigenlijk. Als je hier met... weet ik veel, met een kart zou moeten rijden. Volgens mij zit er niet eens een kart in het spel. Wel jammer trouwens, dat er wel een Sandreas. Maar laten we zeggen met een golfkartje. Dan denk ik dat je echt een dag bezig bent. Dat duurt echt lang. Oké, we hebben hem bijna gehaald. Binnen 9 minuutjes. Hier is de finish. We gaan hem passeren. Die kerel, ja, die fuck hem. We doen het in stijl. En hoppakee. Binnen 9 minuten. We hebben het gehaald. Bij de rest valt er volgens mij niet heel veel spectaculairs te zien. Ik denk dat hij toch nog wel finish, want hij rijdt vol toeren. 8 minuten 50 en 15 job points. Ik weet nog steeds niet wat je echt aan die job points hebt. Een beetje geld erbij. RP en daar vliegt hij over de finish heen. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Het is misschien niet de meest interessante race. Ook al is het begin best wel vet. Het einde, ja, toen was het eigenlijk al een beetje beslist. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Ook de match hier vooraf met die free room. Want dat was natuurlijk ook een beetje jammer dat het zo is gelopen. Dat die kerel in dat huis ging campen. Dat ik hem niks meer kon doen. En dat vervolgens, dat het gewoon enorm begon te laggen. En dat ik uit de game lag. Dus in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. Op mijn laatste episode had ik volgens mij bijna 700 likes. Dat is insane. Daar ben ik jullie super dankbaar voor. Dus hopelijk tot de volgende keer. En houden we.